Hallo kijkers van... Oh ja, wacht. Ik ben mijn pumpkin vergeten. Mijn hoed bedoel ik natuurlijk. Hallo kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag wou ik een soort TNT launcher of zoiets maken. Daar, waar je eigenlijk gewoon met zo eentje zo kan klikken. En dat hij dan een TNT lanceert waar je heen kijkt. En ik denk dat ik een best makkelijke... Een manier om dat te doen heb bedacht. Dus wat ik gewoon wil gaan doen, het stappenplan is dus eerst met een scoreboard kijken of ik een score heb van dat ik met deze heb geklikt. Dan kijken of ik degene heb met een goede tag, want ik ga het hem custom tag geven, dat je niet gewoon met elke kan doen. Dan ga ik replace items, ga ik in de hand van de speler een speciaal item doen. Met heel veel blast resistance. Dan span ik waarde een eindje, een paar blokken misschien van waar de speler heen kijkt. Een TNT met een bepaalde tijd voordat hij ontploft. Dan eentje in de speler die meteen ontploft. Maar als het goed is krijgen we dan geen damage door die blast protection item waar ik het over had. En dan zetten we weer deze in zijn hand. Dus ja, dat is wat ik denk ik ga doen. Het eerste wat ik denk ik moet gaan testen is... werkt dat wat ik zei van het Blast Protection item? Oké, dus eens zien of dit werkt. De reden dat ik het trouwens maar even geef en dan weer de andere in de hand zet... is omdat het niet de bedoeling is dat je continu immuun bent tegen explosies. Alleen heel eventjes voor één tik als je het schiet. Dus eens zien... werkt perfect. Ik heb geen ander effect of zoiets. Dus dat is mooi. Oké. Oh nee, ik heb wel een parrot. Ja, ik heb een parrot opgeblazen. Oh nee. Oké, dus dit is het command wat we doen. Kijk, dan zet hij het in de hand. Dus ook bijvoorbeeld als we het hier doen, gaat hij van als we een give command doen, zou hij hier terechtkomen. Gewoon in het eerste slot, als van je het oppakte bijvoorbeeld. Maar nu met deze komt hij gewoon altijd in je hand terecht. Ook al zit er een ander item al. En heeft hij dus een naam en een custom tag. Ik heb gewoon launch 1 gedaan. Dus kijk, krijg je dat. Zo. En dat is wat we dan hebben. Moet ik een scoreboard maken. Scoreboard object is add. Launch zal ik ook maar doen weer. Minecraft.used. Minecraft.warped. Fungus on a stick. Zo. Geef ik mezelf een command blok. Eerst wat we moeten doen is kijken of er een speler is die die score heeft. Dus execute. Ik denk Ash, alle spelers, scores, launch is 1 punt punt, dus minimaal 1. Zo, en dan moeten we nog een NBT doen, van dat hij een selected item, warp fungus met een tag. Oké, dus dit had ik gewoon gedaan, zo met deze hier zo, kijk dan. Oh, wacht. Oh ja, omdat ik niks vasthoud. Zo. Kijk. En dan zie je dus. Krijg ik die. En dan zie je de custom tag er ook bij. Dus dit heb ik gewoon gedaan met MBT. Zo. Select het item. Bla bla bla. Warp fungus on the stick. Met die tag. Dan. Run. CG. Doe ik maar eventjes. Gewoon om te laten zien dat het werkt. Als ik klik. Krijgen we dat. Als ik het niet vasthoud. Dus als ik bijvoorbeeld een andere zou vasthouden ook. Dus doe ik ook maar even. Als ik een normale vasthoud, gebeurt er ook niks. Alleen als ik deze vasthoud. Dus ja, we moeten ook nog de score dan resetten daarna. Hè? Maar dat spreekt vanzelf, denk ik. Wat ik dus nu heb gedaan, is eerst de speler die dat doet een tag geven. Zodat we het dan daarna in vervolgcommands gewoon met de tag kunnen bepalen. Dat is wat handiger, vind ik. Dus wat we dan meteen doen is... replace item, entity, all entity tag is launching. En dan moet ik dus gewoon
Oh ja, elke speler, hè. Maar het maakt niet echt uit. Maar ja, ik doe het alsnog maar zo. En dan moeten we dus Warped Fungus op de stick, maar dan met het enchantment. Oh, oké. Okay. Ik was vergeten mijn score te resetten. Scoreboard, players, reset. Wacht, nee. Oké. Okay. Hoe ga ik het fixen? Want zoveel lag lijk ik niet te hebben. Dus oké. Okay. Wat ik wel moet doen eventjes. Game rule to tile drops false. Snel eventjes. Oké. Okay. Als ik nu eventjes launch. Nee, scoreboard. Objectives list. Ja, dus waarom blijf. Oh ja, oh nee, ik heb de tag. Oh ja, dat was het. Zo. Oké. Okay. Nou. Dus wat ik nu heb is dus die de zet die de blast protection item. Summon die bij degene met de tag net voor waar die kijkt. Eentje met een fuse van 80. Zet die waar die is een TNT om de andere te lanceren dus. Reset die de scoren. Zet die de oude weer terug. En wat ik nu volgens mij alleen nog hoef te doen is oh ja, tag. Oh nee, alle spelers. Hè? Het maakt niet zoveel uit, maar ja, ik doe het nog maar zo. Launching. Remove. Launching. Zo. Wat moet ik nu nog doen? Eens zien. Zie, werkt het. Oh ja, kijk, dat werkt. Nu niet meer, maar ja. Kijk, zie je dan, bij die krijg ik heel eventjes geen damage meer, maar oh, van deze krijg ik ook geen damage. Waardoor komt dat? Wacht even hoor. Huh. Als ik zo doe? Nee, daar komt het niet door. Oh, wacht. Nee, ik snap het al. Kijk, ik heb het op die staan. Oh. Tja, waarom werkt dat niet? Misschien werkt het hele ding wel gewoon niet. Eens zien. Ik zet dit even uit. Dit kopieer ik wel gewoon eventjes. Misschien werkt het helemaal wel gewoon niet. Als ik eventjes zo doe. Dit is blast protection, hè? Ja. Ja, het werkt helemaal niet. Oh, hè. Oké, hoe ga ik het dan doen? Want ik zou wel armor kunnen replacen. Maar wat nou als de speler al armor heeft? Dus ja. Hoe ga ik dat doen? Ik denk gewoon met heel even resistance. Oké, okay, dus nu heb ik het met resistance gedaan. Oh, dit is de verkeerde. Wacht even. Oké. Okay. Dus ik heb het command hier nog. Ik moet trouwens ook weer fullscreen gaan. Zo, dan iets beter beeld. Maar en ik heb de commands nog uit. Wacht even. Reset. Zo. Zet ik de commands weer aan. Werkt het nu weer? Nee, dat werkt niet. Waarschijnlijk omdat het tijd duurt. Voordat hij het krijgt. Waarschijnlijk duurt het een tik voordat het effect echt begint te werken. Maar ja. Sowieso ben ik niet echt een
ben ik niet echt tevreden over hoe ver die gaat. Zou ik dat gewoon kunnen veranderen door dit te doen? Dan gaat hij iets verder. Maar nog steeds vind ik het een beetje tegenvallen. Dus misschien moet ik het met creeper en dan custom explosion radius. Ja, het is niet dat het effect niet werkt, maar het... Het is niet dat het effect eruit komt, maar de TNT duurt toch nog één tik. Ook al, tenminste in dit geval creeper, omdat ik het ook al heb ik nul views gedaan, maar ja. Ik heb trouwens ook mobgriefing uit en aangezien het een creeper is, kijk, gebeurt er dan niks. Maar ja, kijk, zie je, dus nu werkt het wel. Dus misschien moet ik gewoon een repeater doen. Die dan activeert en eventjes wacht met het effect weghalen of zoiets. Oké, wat ik nu gewoon heb gedaan is dat deze hier een conditional is nu. Dus die activeert alleen als degene eronder heeft gewerkt. Dus een success count van 1 heeft. Zet hij hier een redstone blok. Als deze activeert, haalt hij dat weg en dan haalt hij het effect weg. Als het goed is, krijgen we dan een delay van 1 tik. Alleen, ik heb dit nog niet eerder geprobeerd, dus ik weet niet of het zo werkt, maar ja. Dat werkt. Ja. Oké. Dus dat is mooi. Dan hebben we eigenlijk al onze TNT launcher. Enige wat ik nog wel wil is... Eens zien... Maar hebben we onze TNT hier. Deze geef ik even een tag. Tags. Deze geef ik... Launched. Waarom ook niet? En dan doe ik... Zo. Execute as entity tag is launched. Run data merge entity at as. Fuse. No S. Dit is trouwens niet te doen. Ik moet doen nog hier. Is trouwens onground met de eerste O hoofdletter of niet hoofdletter? Ik weet niet. Zullen we het zien? Ja, dat werkt. Dus nu als die de grond raakt, ontploft hij meteen. Oké, dan maakt het iets gebruikbaarder. Wat ik misschien wel moet doen is wat verder falling spul geven. Dus eventjes zien. Ik geef hem gewoon wel wat netherite boots. Met wat verder falling. Dus joint. Verder falling. Oh. Nee. Maar ja, dan hebben we nu deze. Dan hebben we gewoon een TNT launcher. Oh. Hey, hij dropte zijn skull. Ik weet niet hoe dat gebeurde. Oh ja, dit is een... Wat ik hiervoor gebruik is een charged creeper. Dus daardoor komt het. Misschien moet ik dat niet doen. Maar ja, volgens mij de grootte van de explosie maakt niet zoveel uit. Als die maar niet te klein is dat de radius niet bij de TNT komt. Dus hij hoeft volgens mij niet charged te zijn. En ook geen speciale radius. Ik was gewoon wat dingetjes aan het uitproberen. Maar ja, dit werkt wel gewoon, zoals je ziet. Had alleen gehoopt dat het iets groter zou zijn. Ik bedoel, iets verder zou schieten. Dus dan moet ik even wat proberen. Oké, dus nu moet ik waarschijnlijk weer fullscreen, hè. Zodat ik een betere kwaliteit beeld heb. Nu heb ik dat. Dus dan wat ik nog moest doen was deze weghalen, zo. Ja, want anders kan je gewoon op die manier heel snel de dingetjes krijgen, de skulls. Nu spant hij er 3 tegelijk. Dus als we het nu doen... Oh, de andere gaan ervan dood. Dus wat ik misschien moet veranderen is bij deze nog... Invulnerable 1. Dat kopieer ik gewoon eventjes, zo. Doe ik met deze 2 ook, zodat ze elkaar niet doodmaken. Tenminste, dan kunnen ze niet dood, dus... Ja, dat verandert wel wat. Alleen, ik word zelf ook gelanceerd. Dus misschien moet ik deze hier zo iets hoger maken. Als ik nou 2 doe, dan lanceert hij mij nog steeds dan omhoog. Of lanceert hij me dan naar beneden. Want ik wil
liefst dat hij me een beetje naar beneden of zelfs helemaal niet lanceert, natuurlijk. Zo, en waar zit de laatste TNT dan? Oké, die hebben we gedaan. En waar zit de TNT spawner? Dat is die niet. Huh. Oké. Dit is een creeper, dit is een creeper, dit is een creeper. Oh ja, deze, dit was degene die zat onderaan. Ik weet niet waarom ik dacht dat hij boven zat, maar ja. Eens zien. Lanceert hij me nu nog? Nee. Kijk, dat is mooi. Oké. Dus nu hebben we gewoon dat. Dus ja, kijkers, hoop ik vond je het een leuke video. Doe dan een duimpje omhoog. Ja, wil je meer van dit soort video's zien, druk dan het abonneerknopje. Als deze video 2 likes krijgt, zal ik dit wel een 1 command dingetje zetten. Dat je gewoon 1 command uit de beschrijving kan kopiëren. Dat je het dan meteen in je wereld hebt. Dus ja, dan als ik dan 2 likes krijg, zal ik de beschrijving van deze video wel gewoon veranderen. Ga ik er geen losse video van maken. Maar ja, ik vind het wel leuk. Nee, de particles zitten een beetje in de weg als je het gebruikt.